Als we hem dan even ingedrukt houden, gaat hij rood branden. En nu is dan de bodycam aan het filmen. Johan Bos en Mike van Terrel deden in 2019 al mee aan de pilot met de bodycam. Sinds augustus zijn alle Leidse bars uitgerust met een camera. Het maakt hun werk soms iets makkelijker. Bijvoorbeeld als ze iemand een boete van €140 moeten geven voor het niet opruimen van hondenpoep. Ik was bij het Huigpark in Leiden en iemand had ons niet gezien, die laatste hond uit. Meneer kijkt eigenlijk niet eens op of om en hij loopt door. Hij was toch weer best wel in zijn emotie, begon gelijk te roepen en te schelden en te schreeuwen. Waarop ik tegen hem zei van meneer, als u zo doorgaat ga ik u filmen. Nou, toen zei hij film maar hij werd wel rustiger. Tot nu toe heb ik hem ook nog niet hoeven gebruiken. Dus dat geeft eigenlijk ook aan dat je zo'n ding bij je draagt, dat mensen dat zien en dat ze misschien daardoor al indammen. En dat is precies wat de gemeente Leiden voor ogen had met de inzet van de bodycam. Nou, we merken in de praktijk dat sommige boa's heel agressief en onheus bejegend worden. En dat is buitengewoon vervelend, het kan ook tot geweld leiden. En boa's hebben gewoon ook minder instrumenten om zichzelf te verdedigen dan een politieagent heeft. En die bodycams die helpen eigenlijk in de praktijk heel goed. Hoi, goeiedag. Mag ik vragen wat u aan het doen was? Ze zien natuurlijk wel, je hebt een camera bij je. Ze kunnen dus wel zien van, nee, ik kan gefilmd worden als ik het te bom maak. En dat kunnen we natuurlijk uiteindelijk kunnen we dat op een gegeven moment ook gebruiken bijvoorbeeld. Hè, als het uiteindelijk loopt op een strafzaak, als ze geweld gaan gebruiken of dat ze verbaal agressief worden. Dan kunnen we het later eventueel daarvoor gebruiken. Dus in eerste aanleg werkt het eigenlijk al deescalerend.